traumaopdracht die hij kreeg, waar hij heel veel zin in had. Waar hij bij voorbaat al, toen hij de casus las, zal maar zeggen, dat hij al helemaal op uitzag. Van dat is de casus, hier ga ik op scoren. Het was op zijn lijf geschreven, zal maar zeggen, die casus. Mijn traumaopdracht hield in, ik moest hem eerst voorlichting geven over cholesterol. En hij was duizelig, dus daar moest je ook op ingaan en een dieetvoorschrift zeggen. De casus was dat hij dus ging vallen. En dat hij dan gelijk gewoon eerst hulp moest gaan uitvoeren en kijken hoe werd dan beoordeeld hoe hij daarop ging reageren. En toen stond hij op en ik moest per se blijven zitten. Toen sneed hij zichzelf in zijn pols met een mes en viel op de grond. En dan moet je gewoon snel handelen, volgens protocol. Eerst alles veilig maken voor jezelf voordat je naar de patiënt gaat en gewoon knallen. Try to keep breathing. Hello sir, stay with me. Can you put your hand like this? Er gebeurt iets onverwachts en je moet gewoon protocollen volgen en iemand geruststellen. En dat is echt een communicatieaspect met het hele technische en daar ben ik wel van. Place this. Are you breathing good? Could you breathe for me please? Try to breathe in. Very good. Hij blijft heel kalm, hè? Dus hij blijft goed praten, goed kijken wat er gebeurt. En dat maakt hem heel erg sterk. En volgens mij, maar ik ben geen medicus of verpleegkundige, doet hij ook de goede handelingen. Ik zag hem keurig de patiënt toedekken, dat hij niet afkoelt. Ik zag hem de hand hoog houden. Mijn grootste kracht, denk ik, is dat ik kalm blijf bij een trauma. Je moet blijven communiceren, maar iemand, die ander is al in paniek. Dus als jij ook je gaat spiegelen. Iemand spiegelt altijd jouw gedrag, dus als jij rust uitstraalt, wordt de ander meestal ook rustig. En dat is gewoon de key element om iemand te verzorgen met een trauma. Ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft. Hij is heel rustig, heel adequaat. En zeker als je ziet hoe jong hij is. Hij moet nog 19 worden. Dan is het gewoon geweldig wat hij laat zien. Trauma is echt inderdaad helemaal mijn ding. Daar wil ik in doorspecialiseren. Dat is iets wat ik goed kan en waar ik rustig in blijf. En gewoon het onverwachte aspect ervan vind ik gewoon heel erg leuk. Nou, Kok heeft onwijs goed gepresteerd. Hij was heel erg ontspannen en relaxed. En heeft gewoon met beide benen op de grond gewoon de casus aangepakt die hij moest gaan spelen. Ik heb voor Kok hele hoge verwachtingen. Maar toch, het belangrijkste is dat hij het leuk vindt, dat hij er veel van leert. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als hij met de medaille naar huis gaat.